Goedenavond. Het is de eerste keer dat ik hier ben in Nuremberg. In de sportschool waarbij dat de vraag kwam om een vrouw te komen om de te gaan inrichten. En dat ik gegeven had dat jullie 5e, 6e jaar zijn, dus voor een belangrijke cursus waren. En hoger onderwijs, ja, dat is een evolutie. En voor de kennis hebben jullie wellicht al wel een groot studiepunt op de afstandscomputer. Dus er komen heel wat nieuwe termen op jullie af. En het is de bedoeling om in een klein uurtje jullie mee te nemen door heel het verhaal, waarbij er een aantal zaken zijn. Ik denk dat vooral de eerste twee hier belangrijk zijn om voldoende bij stil te staan. Ja, dat hoger onderwijs, het Vlaams hoger onderwijs. Nu heen en dagen, hoe ziet dat eruit? Want dat is voor het anders dan in Nederland. Studiekeuzeproces waar jullie voor staan en waar dat jullie binnenkort ook naar de CT-beurs gaan, dus welke stappen. Dan kort iets over studentenbegeleiding in het hoger onderwijs. Het is niet omdat je het hoger onderwijs bent dat het studentenbegeleiding meer is, maar die is wel anders dan dat je student bent. En dan heel kort, ik ben dus inderdaad nieuwe directeur. Onderwijs en internationalisering van West. West staat voor Hogeschool West-Vlaanderen. Dus ik spreek vanuit een hogeschool, maar wij zijn lid van een associatie waarin ook universiteit zit. Dus vandaar dat ik die heel kort wel toelichten, maar bij veel andere voorbeelden probeer ik echt het algemene plaatje. Ik heb voor wie geïnteresseerd heeft hier ook wel volgers, maar het is om te informeren. En die niet om enkel maar de zaken dat wij aanbieden, uiteraard toe te leiden. Maar wel, ja, het hoger onderwijs, misschien beginnen we met een pushvraag. Niet een vraagje. Want ja, misschien vragen ze ook niet. Wij zitten vast van de serie. Ik doe mij dat eigenlijk ook af. Ik heb ook een student die er eigenlijk tussen zit. Maar eigenlijk is dat een antwoord. Ook al meteen de start van de uitleg van de structuur en hoger. Heeft er toevallig welke stad je hier ziet? Nee, dan zou de toren ja, duidelijker in beeld zijn. Dus... Ja. Ja, en dat heeft nu niets te maken met de Bolognese saus eventueel, dat misschien als tip er kunnen bijstaan, maar wel dat dit de stad is waar dat we in 1991 eigenlijk een verklaring ondertekend heeft, zorgde voor de structuur in hoger onderwijs, omdat men daar gewerkt heeft rond een qualification framework. En de niveaus zoals we ze nu nog altijd kennen, 4, waar jullie nu in zitten, onderwijsniveau 5, 6, 7, 8, dat is toen in 1991. En wat was de idee daarachter? Dat is, over Europese landen moeten we ergens die niveaus gaan bepalen, zodat we kunnen gaan uitwisselen doen. Dus dat is dan... internationalisering in hoger onderwijs, dat je bijvoorbeeld perfect een semester in het buitenland kan. Dat is dus enkel, maar en ik had ook begrepen dat de volgende spreker daar ook informatie zal over geven. Dat was dan wel niet het Europese kader, maar Amerika. Maar dit hier zorgt voor een perfecte uitwisseling binnen Europa. Dus jullie bevinden zich nu hier, een secundair niveau. En dat betekent dat jullie leren handelen en wisselen de groep. Ook secundair naar secundair is niveau 5. Dus waar we nu vooral gaan over hebben, dat is niveau 5, 6 en 7. Dat is de keuze waar we nu voor staan. Als je vanuit 4 gaat, dan ga je rechtstreeks naar 5. Dan ga je rechtstreeks naar 6. Dan ga je niet rechtstreeks naar 7. En 8 kan je nu ook nog. Dus we gaan dat in de presentatie zien. Wat maakt eigenlijk het verschil tussen die? Nu, als we dit hier dus bekijken, dus die drie pijlen zoals ik daarnet zei. Dus je hebt hier
graduaat of gehoveerd, niveau 6. En je ziet, de academische bachelor is ook niveau 6. Misschien moet ik hier al beginnen met die termen te lichten. Professionele bachelor is aan een hogeschool. Academische bachelor is aan een universiteit. Dus in beide niveaus. Hier hebben we niveau 5 in graduaat. Dat is sinds 2019 ook een onderdeel van een hogeschool. Niet volledig, want je ziet dat er hier ook staat HBOV. Dat is momenteel nog een vreemde eend in de peet. Dus HBO5, dat waren de vroegere graduaten, is nu nog georganiseerd aan secundaire scholen. Het is nog geen groot. Dit zal er wel aankomen, maar problematiek is, en als we kijken naar zo zal dat wel echt duidelijk zijn. Onderwijs is Vlaamse materie en gezondheidszorg is federale materie. En de minister van Gezondheidszorg kan niet opleggen aan de Vlaamse bevoegdheid onderwijs dat het moet georganiseerd worden en omgekeerd. Dus dat is een complex. Vandaar hebben we verpleegkunde is momenteel nog bij de secundaire school. Ook bijvoorbeeld farmaceutisch technisch assistent, die in het jaar is ook nog op niveau 5, maar niet georganiseerd in de school. Dit zal er normaal gezien wel aanvinden. Maar het is een graduaat. Gaan we straks uitleggen wat ECTS is. Dus dat is gedurende 1,5 jaar of 2 jaar. Dus dat is een duur. Dat ging dat je gaat studeren. Professionele bachelor of een academische bachelor is doorgaan 4 jaar. Dat is de punten. En er is daar 1 uitzondering op. Dat is, er is 1 professionele bachelor die 4 jaar duurt. Ik weet niet of jullie dat kennen. Dat is een is één professionele bachelor. Niet 100%, maar het meeste is het verpleegkunde. Ja, verpleegkunde is inderdaad de enige die momenteel 4 jaar doet. Nu, wat zie je hier? Na die professionele bachelor kan je ook naar een vannenbouw. Dat is een bachelor na bachelor. Dat is ook een proces. Dat is ook aan een hogeschool. Dan een academische bachelor, dus ook 3 jaar, is dus aan de universiteit. En dan merk je dat je daar, in principe heb je een diploma, kan je stoppen, maar eigenlijk is het wel de bedoeling dat je dan verder gaat voor een master. Dat is meestal 1 of 2 jaar. Dan heb je daarna de mogelijkheid tot een mannenbak, master na master. Kun je ook een PhD behalen, dat is doctoreren, 8. En kan je ook zelfs een postdoc gaan. Dus dat zijn eigenlijk in Vlaanderen het bepaalde overzicht. Hebben jullie eventueel een idee, moest het hier staan, hoger onderwijs in Nederland, wat er anders is dan wat er hier staat? Want we zijn wel vertrokken van het Europese perspectief, maar het is toch niet in elk land hetzelfde. Wel, in Nederland heb je op niveau 6 aan een hogeschool professionele master. Dus waarbij dat je hier ook die bovenbouw gaat hebben. Dus dat is er op heden nog niet in. Dus ik weet niet of er hier eventueel vragen over zijn. Misschien eerst nog een keer dat stapelprogramma toelichten. Dus als je bestaat in een hogeschool. Je hebt een professionele bachelor, dan kan je met het volgen van een schakelprogramma instromen in de master. Dat is dus niet nodig indien dat je onmiddellijk start voor de academische bachelor, dan ga je rechtstreeks kan je daar instromen in een master die daarop volgt, niet als je begint te lezen. Maar
Maar zo'n professionele bachelor moet je hier ja, een jaar of het vanaf als het een vraag naar natuur. Dat staat er niet op, omdat het er vanaf hangt. Neem nu dat je master farmacie zou doen of een master geneeskunde. Ook hier zie je die masters, ja, dat kan 1 jaar zijn tot 2 jaar. Maar eigenlijk zijn er die soms ook nog langer. Dus zijn die allemaal 4 jaar. Vrouwen vroegen dat net van de inschrijvingsbeurs, die bevinden zijn dus niet volledig. Dat is 3 jaar hier, academische bachelor en 1 jaar zijn een master. Je hebt daar dus veel mogelijkheden of. Van elke professionele bachelor is vaak al als een bedoel. Verpleegkunde is dus weer een specialeke. Ja, dat is de enige die rechtstreeks naar een master kan zonder stageprogramma. En de reden is dat hij al 4 jaar duurt om bachelor te maken. Nu, een schakelprogramma is in principe wel voor een bepaald aantal vooropleidingen die gemakkelijk laten dat je direct doorstroomt in een master. Maar in het voorbeeld van een verpleegkunde en dan naar een industriële wetenschappen, dan hangt men dat eigenlijk geschakeld. Omdat je te ver van elkaar. Hier is eigenlijk de bedoeling om een soort studieduurverkorting te krijgen. En ja, wat je hier ziet, want het zijn evenveel studiepunten, dat zijn hier vaardigheden. En hier ben je weer bezig met kennis. Dus, en meestal wiskundig, statistiek, fysica, en eerder het wetenschappelijke. En het is dat tekort dat dit hier vervangen was door de vaardigheden, dat men wel ja, in 1 jaar of zo weer bijbeden. Maar als die bachelors te ver uit elkaar gaan, dan spreek ik niet meer van de schakelkast, start je eigenlijk op. Dat moet zijn. Nu, misschien een keer inderdaad kijken van diezelfde blokken terug, van waarin zit nu precies dat onderscheid, behalve het is een universiteit of een hogeschool. Of eventueel als in dit geval nog in het secundair onderwijs. Wel, HBO 5 en graduaat is heel typisch dat dat heel sterk praktijkgericht is. En minstens 1/3 is werkplekken. Dat is heel specifiek voor de graduaat. Misschien voor de ouders hier aanwezig. De term graduaat zoals het nu gebruikt wordt, is niet zoals dat jullie het kenden. Want het graduaat... Jullie kenden, dat is niet een bachelor. Dat is wel belangrijk om te weten, van zo'n goed graduaat, dat dat iets anders is dan het nu gebruikt. Dus sowieso leidt dat een voorbereiding op een beroep of een opstap naar een professionele. Dus deze hier zijn beide op niveau 6. Zoals je net gezegd, aan de hogeschool is die praktischer, die is minder. Praktijkgericht aan graduaat, het is dus theoretischer, maar is minder theoretisch dan een academische bachelor. Die zit daar eigenlijk tussen. Is sowieso beroepsgericht, typisch zijn ook stage- en praktijkvakken. Terwijl bij een academische bachelor, ja, stage is geen vereiste. Het kan zijn dat er een stage is, maar die is eigenlijk eerder zelden. Rijksdiploma, je zou kunnen stoppen en zeggen, ik heb een bachelordiploma. Wel, de overheidsinstanties vragen een bachelordiploma. Maar eigenlijk ben je daar niet zo heel veel mee, omdat je niet vaak geen interesse hebt, wat hier wel het geval is om een bloed. Dus hier ja, is het echt wel die brede theoretische vormen zoals we het kennen aan de universiteit. Ja, een typisch beroepje bijvoorbeeld is laborant. Dus je hebt theorie nodig, maar dan ga je dat heel praktisch. Je kan in een labo werken,
Terwijl bijvoorbeeld de academische bachelor, dat kan zijn dat je bacheloropleiding doet voor een burgerlijke energie, dan zou je denken, ja, dat is toch ongeveer hetzelfde. Wel, die studenten hier van de academische bachelor laat die iets niet vrij en laden, want dat zou wel eens heel gevaarlijk kunnen zijn. Dus zij zien vooral de theorie, maar zij, ja, zijn niet gewend of hebben niet die praktijkervaring zoals hier. Dus dat is eigenlijk een beetje het verschil. Alhoewel hetzelfde niveau is, is de invulling volledig anders, theorie en praktijk. Nu, naar toelatingsvoorwaarden is misschien ook wel iets belangrijk om mee rekening te houden volgens welke richting we kunnen uitwinnen. Dus er zijn meer en meer eigenlijk opleidingen die, ja, doordat je verplicht een toelatingsexamen, een toelatingsproef, een starttoets of een eindtoets moet doen. Sommige zijn bindend. Bijvoorbeeld, typisch bestaat al lang, arts, dierenarts, tandarts, ook de artistieke opleiding. Dus je bent verplicht om daaraan deel te nemen. Maar ja, behalve dat het verplicht is om deel te nemen, weten we ook wel dat bij arts bijvoorbeeld slagen op zich kan zijn dat het niet voldoende is. Dus er wordt beslist hoeveel dat er effectief moet starten. Terwijl als we kijken naar verplicht om mee te doen, maar daar hoef je eigenlijk niet te slaan. Dat is de lerarenopleiding, dat is nog niet lang. Te maken ook met opwaardering van het beroep. En dan, ja, eindinstituut. Het lijstje wordt steeds langer. Bijvoorbeeld industriële ingenieur, biomedische wetenschap is daar ook meegekomen. Terwijl dat vroeger zeker niet zo was. Dus je moet eerst testen gaan wanneer je mag je hoeft niet geslaagd te zijn, wel verplicht deelname. En dat is veranderd met de drempeldecreet wat erbij komt. Als je niet geslaagd bent, is het verplicht er niet. Dan moet je op gesprek gaan, moet je laten gekeken worden hoe dat het zit met je motivatie, waar dat er eventuele leerachterstand is. En ja, het is niet meer zo vriendelijk. Daarnet zagen we eigenlijk in het overzicht dat er een verwijzing was naar ECTS. Het aantal jaren is het 60, ECTS of 180. Dus misschien eens kort uitleggen wat dat eigenlijk betekent. Dus dat is dus de afkorting voor die credit transfer system. Dus eigenlijk als we aan Erasmus uitwisseling gaan doen, dan... En ja, dan zijn die opleidingen uiteraard, die programma's niet één op één gelijk. Wel, dan ga je op zoek naar een gelijkwaardig aantal studiepunten. Dus dan gaan we dat in studiepunten gaan uitrekenen. Maar eigenlijk ook om jouw diploma te behalen, heb je bijvoorbeeld 180 studiepunten nodig. Nu, één studiepunt komt overeen met een totale studietijd tussen de 25 en 30. Dat hangt soms af van de opleiding. Meestal is het 25 uur, maar in bijvoorbeeld architectuur of toegepaste architectuur, waar dat je ook heel veel tijd moet steken in maquettes, zou het kunnen zijn dat het tot 30 uur berekent voor één studiepunt. Tussen 25 en 30. Nu, dit is letterlijk de totale studietijd. Dus hoeveel tijd stop je eigenlijk aan dat vak? Dan gaat dat niet meer spreken van vakken, maar aan de uren. Wel, eerst en vooral heb je het aantal geroosterde uren, lesgeroosterde uren. Dus dat zijn uren dat je daar moet zijn. Maar dan heb je ook nog niet-contacturen. En dat zijn zowel de uren die je nodig hebt vooraleer dat je naar de les gaat. Neem dan bijvoorbeeld weer een practicum. Ja, dan wordt er soms van jou verwacht dat je bepaalde veiligheidsvoorschriften gekeken hebt, dat je dan oefeningen op gemaakt hebt en pas dan kan je binnen in het labo. Daar stop je tegen. Na het labo heb je nog een verslag te doen. Of je wilt bepaalde vraagstukken van chemie nog eens gaan voorbereiden of voor college. Dus er zijn hier best wel al wat uren die daar naartoe gaan, nog buiten de examen. Dus dan heb je natuurlijk de blog en de examen.
Dus in alles opgeteld, dus 5 uur is 1 studiepunt. Eigenlijk moet je op die manier gaan leren. Dus als je een opleidingsonderdeel, en dat is doorgaans het midden, dus 6 studiepunten bestaat, dan verwacht men eigenlijk dat je 150 uur tijd gaat spenderen. Dat is uiteraard gemiddeld. Misschien een belangrijk gegeven. Eén student studeert sneller of heeft andere inzichten dan de andere, maar hou dat voor ogen. Als je dus een opleidingsonderdeel hebt, dus één bepaald vak, en staat er 6 studiepunten, dan zou je dat eigenlijk 150 tijd moeten halen. Waarmee is dat geen garantie dat je sowieso dan zal slagen. Blijft er een middelde, maar dat is best wel veel. Dus een traject dan bestaat bijvoorbeeld uit 30 studiepunten, dat is typisch 1 semester. Dus dan zie je dat daar dan bijvoorbeeld 750 uur. Eigenlijk als je dat begint om te rekenen naar een week, op weekbasis, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen van kijk, als ik student ben, dan ben ik eigenlijk wat meer. Ik moet minstens 40 uur presteren. Dus zo ben je bezig met jouw studie. De pintjes s'avonds en het uitgaan en het student zijn, dat is niet in. Maar ook als je gaat gaan werken, is dat achterdoen. Maar op die manier kom je tot je studiepunten. Dus de studiepunten voor graduaat zijn dus 2 academiejaren. En een bachelor zijn dus 3 academiejaren of 4. Dus zo ziet dan een academiejaar eruit. Dus een graduaat 2, een bachelor 3, of 4. En dat bestaat dus uit een aantal opleidingsonderdelen en allemaal verschillende studiepunten. 30 per semester, 1 academiejaar bestaat uit 2. Dus er is geen trimestersysteem, dus je hebt 2 periodes die staan. Dus of op een andere manier voorgesteld, een aantal voorbeelden. Het meest klassieke, wat je dus vooral aan de universiteit zal tegenkomen, is de eerste. Je hebt vanaf 1 september 12 weken les. Dit hier stelt de herfstvakantie voor, maar wij zijn niet aan de universiteit en ook niet aan alle hogescholen. Het hangt er vanaf of ze hier een weekje later starten of niet. En dan heb je hier 4 weken examens. Ja, hier kunnen we ook wel proefexamens georganiseerd worden. En dan starten we een volledig andere opleiding zonder die. Andere opleidingen hebben bijvoorbeeld een bloksysteem of een periodesysteem, waarbij dat er een aantal opleidingsonderdelen starten. 6 weken, dat is alles gezien, allereerst op is achter de rug. Er zijn 2 weken examens, er starten nieuwe modules, opleidingsonderdelen, 2 weken examens. Dat kan ook. Dat hangt er een beetje vanaf. Maar dat is. Eerder iets voor de hogeschool ga je pippen aan. Daarvoor moet je inderdaad gaan informeren als je dan inderdaad kijkt van ziet die academische kalender eruit, maar dat is het meest traditionele en daar ga je het meest terugvinden aan. Waarbij dat het typisch is dat men in januari examens heeft. En dat er eigenlijk gedurende dat semester dan ook af natuurlijk van uw opleiding bij. Ik dacht dat het de burgerlijke ingenieurs zijn die in hun eerste jaar gedurende 2 weken analyse zien. En dan is het daar al een deelexamen. En dan start een ander. Dat is soms ook een manier om te zorgen dat er eigenlijk een spoedcursus wiskunde is.
Dus ook een beetje voor de ouders, hoe was het vroeger en nu? Ja, vroeger was het alles of niets. Het was per jaar dat je geslaagd was, of dus per jaar opnieuw te doen. Ik heb hier ook nog niet bijgezet dat het nu een 10 is. Vroeger was het een 12. Dus nu, ja, dat is die flexibilisering. Hè. Het is per module, per opleidingsonderdeel, dat je een creditbewijs hebt. En dat is het. En dan sprokkel je die studiepunten, die credits, bij elkaar. En als je een rustzakje hebt van 180, dan kan je dat inwisselen voor je. Dus dat is die flexibilisering. Dus hier is nu per deelke erdoor of gebeurd. Ja, een jaar wisselen, dan doe ik, kan ik hier af. Maar eigenlijk is het. En als ze moet bewust worden dat het een onderdeel is. En Friese, met het drempeldecreet gaan we straks zien, dat is ook niet meer. Nee, als u is gewoon een normaal test van zijn voor uw eerste jaar opgepakt. En dan tweede jaar. Wel, als het gaat, dus als jouw vraag vooral is om naar de lessen te moeten gaan, hangt dat er af wat type lessen dat het. Ik ga ervan uit dat jullie een systeem komen dat een verplichte aanwezigheid is in elke les. Aanzien is dat zo in het secundair onderwijs. Nu in het hoger, dat is die vrijheid. Er is daar heel wat meer autonomie dat je krijgt. Moet je dan ook twee hebben? Moet je dan ook twee hebben? Eerste, dat je meeneemt. Tweede. Ik denk dat je niet volledig begrijpt. Als je compact is, kun je bij je buis. Ja. En je eerste jaar neemt dat niet naar het tweede. Ja. Moet je dan alleen van het tweede jaar wiskunde? Nee, dat bestaat niet. Nee. Ik had aan het tekst als dat nu in de presentatie terugkomt, want dat is al op gelijk niveau dat je bezig bent. Nee. Eigenlijk dat meenemen is een misverstand. Meenemen is zo precies, ik zit in het eerste jaar, ik ga naar het tweede, maar ik neem iets mee van dat eerste, dat is zo beeld eigenlijk. Dat is niet waar. Je zit in dat eerste, zodat je voor alles geslaagd hebt van dat eerste. Maar om te zorgen dat er geen tekort is aan kindergeld, heb je zien het in de studie nodig. En om te zorgen dat je nog student blijft, kan je bepaalde opleidingsonderdelen, als je nog tijdelijk het toelaat, van het tweede jaar meenemen. Eigenlijk neem je niet dat eerste jaar meer. Dus, en zeker met drempeldecreet moet je echt gaan slagen om een succes te sturen. Maar dat ga ik misschien straks zien als het gaat over die vlogdeling. Dacht even dat je bedoelt van een tweede jaar. De vraag is als een vraag voor de klas. Om te herhalen. Ja. 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 Nu als eerst. Vandaar mijn vraag van wat bedoel je is, een tweede examen. In het hoger onderwijs heb je één per opleidingsonderdeel dat je inschrijft, normaal gezien twee examenkansen binnen datzelfde academiejaar. Niet overal, bijvoorbeeld stage kan je niet opnieuw doen. Maar dat is nog binnen dat eerste jaar. En dan heb je eigenlijk nog een derde en een vierde kans. Maar dus die vijfde en de zesde kans, dat is niet meer. Goed, dat rustzakje. Hebben jullie daar al informatie over gekregen vanuit het CLB? Een rustzakje gevuld met studiepunten? En weet je, en dan gaan we daar snel eens door dan. Als jullie gaan starten, volgend jaar, en hoger onderwijs op over twee jaar, dan krijgen jullie een figuurlijk rustzakje van 140 studiepunten. Het is figuurlijk eigenlijk zonder bij de start een echt moeten geven, maar dat is niet het geval. Ik ga het anders direct tonen hier. Dus je hebt een gevulde rustzak. Je gaat ofwel naar hogeschool of universiteit, dat maakt geen verschil. Die hoger onderwijs omvat beide. Je schrijft in. En je moet eigenlijk inschrijven voor een modeltraject van 60 studie. Dus al meteen gaan zeggen van, goh, ik twijfel en ik ga toch een lichter traject opnemen,
Met het nieuwe decreet is dat niet meer. Je schrijft in, er gaan er 60 studiepunten in. Misschien ook wel belangrijk, dit haalt niet dat systeem voor graduaat studie. Enkel voor bachelor en master. Als er van uitkomt dat je voor alles slaagt, dan krijg je één keer je eerste 60 studiepunten dus dubbel terug. Dus dan komt er 120 terug, dus 140 min 60 en 120 is eigenlijk 140 plus 60, heb je op het einde van het eerste jaar 200 studie. En eigenlijk moet je dat vergelijken met een soort jetons, dat je telkens kunt inzetten. En zolang je jetons hebt, kun je verder studeren. Belangrijk wel, dus die 200 studiepunten, je hebt nog een aantal jaar te studeren. Je geslaagde credits komen daar dan niet meer dubbel terug. Dus dat is eigenlijk wat hier dus in de tekst staat. Dus eerst komen dubbel terug. Je kan inschrijven zolang je jetons hebt. Ja, als je dan een master behaalt, dan is dan behalen, je dan uit. Als je stopt met studies, je weet levenslang leren is zo belangrijk, dus dan blijf dat rustzakje eigenlijk. Zodanig dat er ook later nog om die vraag in aanvulling kan worden. Als je uitschrijft, voor een bepaalde datum krijg je ze terug. En indien dat je leerkrediet ingezet hebt, maar u bent iets tegengekomen, een ziekte, een ongeval, dan kan je wel naar het is ergens een instantie in Brussel aantonen dat je dus ja, omwille van overmacht eigenlijk je studiepunten niet hebt kunnen gebruiken. Dus de school beslist dat niet hoeft is in Brussel. De reden dat men dat ingevoerd heeft, dat is al een tijdje ondertussen, dat is echt wel gaan zorgen van wees bewust met je studieduur. Een eeuwige student zijn kan eigenlijk niet. Dus als we dat eens tonen, hier is het schemaatje zoals daarnet gezegd, dus alles is hier prima. Maar we gaan dus kijken bij een student die een slechte start heeft. Dit staat dan los van dempendecreet, dat is al een tijdje in vogel. Dus een student in een slechte start, jij schrijft in. Dus hij had 140 studiepunten, hij moet inschrijven voor 60. We zijn dus uit dat rustzakje gegaan. Maar van de 60 studiepunten die je eigenlijk zou moeten omzetten naar credits, slaat hij er maar in om dat voor een paar te doen. Dus 15 van de 60 studiepunten slaat hij. Het zijn dus een onderdeel van de eerste 60, dus niet neemt hij dubbel terug. Hij heeft nog 110. Om in te schrijven, ja, heb je er gemiddeld gezien 60 nodig. Hoe ziet dat er hier dan bijvoorbeeld uit, die 60? Wel, hoeveel heeft jij nog opnieuw te doen van het eerste jaar? Voilà, 45. Maar nu voor die oefening is dat hier aangevuld met nog 15 van het tweede jaar. Dus het is niet, je doet de 15 van het tweede en je neemt de 45 niet. Ander wel aanvullen. Dus om gemakkelijk te rekenen, hebben we hier 60 genomen en daarvan haalt je er 50. Dus we gaan rekenen. 110 zat er in het rustzakje en misschien 60 gaan eruit. Dan de eerste 60 kreeg hij of zij dubbel terug. Maar van die 60 waren er al 15 dubbel teruggekeerd. Dus zijn er nog 45 over die dubbel terugkeren. Wanneer je 50 credits behaalt, dus 45 er vanaf, dus komt er nog 4 bij, dus er zijn er 145 in het tussen. De student gaat het jaar erna, na een mix tweede en derde jaar, had er 145, we nemen voor de 69 studiepunten. De student haalt 56 credits. Hij wordt er voor 4 gedelegeerd. 45 min 60
Dat is nu wel een belangrijke. Ten eerste, ik hoop er geen deel terug, want dat is al gebeurd. Maar gedelibereerde punten betekent, je moet het niet meer opnieuw doen. Die student kan perfect aan de resterende opleidingsonderdelen, maar er is geen creditbewijs. Geen creditbewijs betekent, ja, wie je nog eens keer dus niet. Betekent ook, als die student denkt dat dit een bacheloropleiding is, die erna een schakelprogramma wil doen en naar een masteropleiding, of die in een schakelprogramma of iets gelijkaardige opleiding doet en je zou willen een vrijstelling aanvragen, dan kan dat niet met gedelibereerd. Dus dat is iets voor. Hier zie je dat ik spreek van deliberatie, omdat wij bij HOWEST niet tolereren. Wij delibereren wel. Dus in andere hogescholen of universiteiten is er sprake van dat men zichzelf kan tolereren. Dus er zijn bepaalde regels daar rond, dat de student zelf is voor welke studiepunten, dat hij dan toch verder kan, maar zonder krediet. Wat is 149? Waren er hier nog 55 te doen? Die komen erbij en je ziet, eigenlijk komt de student hier niet in de problemen die tegenstaande een slechte start. Dus dat is eigenlijk de filosofie van de rugzak en de studiepunten. Je mag één keer verkeerd kiezen. Je mag één keer het minder goed doen, maar dan moet je gelanceerd zijn. Ik zal dan meteen tonen bij een ander voorbeeld waar dat het niet goed komt na een eerste keer. 140, 60. En de student zal in zijn eerste jaar geen enkel credit behalen. Dan is dat 140, 60. Ja, er komt niets daar meer bij. Dat valt dan onmiddellijk naar 80. Dus hij wist volledig zijn eerste jaar. Heeft er nog 80, hij moet inschrijven voor 60. En hij behaalt er daar een kwart van. 80 met 60, die komen dubbel terug, 50. Ja, hij kan al niet meer inschrijven voor 60, wat we als voorbeeld hebben. Dus eigenlijk stopt het verhaal al los van wat drempel. Dus dit om te tonen dat. Zeker in het andere tabel zag je dat mooi. Eén keer mag het niet zo goed gaan met je studiepuntje, maar twee keer niet. Ja. Net wat u zegt, als je klaar bent met studeren, in de jaar 10 kunt bijkomen, dan in dat geval niet. Nee, daarvoor moest je eerst een diploma behalen. En dat is dan eigenlijk om te zorgen, ja, als je eenmaal aan het werk bent, is het. Je moet nog veel opleidingen professionaliseren, kan bepaalde opleidingen volgen. En sommige werken effectief ook met het creditsysteem. Niet allemaal, ja. Maar hier heb je dus een probleem, want dit is de schelde voor Hans het hoger onderwijs. Er staat daar ook bij stil, want er zijn er soms die starten aan de universiteit en het. Ja, het lukt niet of het is een minder goed jaar. En dan wist men diezelfde opleiding aan de universiteit. Maar dit lukt nog altijd niet. Dan denkt men soms, we gaan naar de hogeschool en we hebben een nieuwe kans. Het zijn dezelfde jetons. Dus zelfs als je verandert van opleiding, blijft het systeem tellen. En daar zijn er velen die. Ja, die denken dat dat het systeem is voor dezelfde opleiding, maar dat is niet zo. Ik heb het net vergeten te herhalen. Dus de vraag is, als je voor een bepaalde datum uitschreef of is het terugkreeg, ja, voor 1 november, eerste semester. Je bent nog maar begonnen eigenlijk 1 september. Dus dan heb je 4-5 weken tijd om uit te schrijven. Ja, dan ga je dat doen. Ja, maar doorgaans is er nog geen examenperiode geweest. Dus
heb je eigenlijk ook nog geen resultaten. Dat maakt het wel wat moeilijk. Dat is ook een groot verschil met zoals jullie het nu gewend zijn. Er is eigenlijk weinig permanente evaluatie of weinig toetsmomenten om het te weten. Er zijn proefexamens, maar dat is meestal maar raar. Goed, dit was dus een leerkrediet. Dat is Vlaams. Dat is dus voor alles in hoger onderwijs. En elke student die start, krijgt eigenlijk een studentennummer. Zodanig dat je dit kan gaan controleren op burger. Dus ieder van elke student kan dat eigenlijk gaan bekijken. Ik heb zelf ook nog niet gaan kijken. Dus goed dat het zit met de studie. Dus echt om aan te tonen, als je verandert in Vlaanderen van hogeschool of universiteit, dan is dat één of twee. Dan heb je nog burgeronderwijsinstelling studierendement. Wat is een studierendement? Wel, dat is eigenlijk een procent van hoe goed dat je bezig bent, hoeveel studiepunten heb je verworven ten opzichte van het totaal dat je hebt opgenomen. Maar dat kan dus per instelling, per school, universiteit anders zijn. Dat is meestal niet een van de vragen die je stelt op een infodag van hoe zit het met jullie studievoortgangsbewaking? Maar eigenlijk zijn dat wel interessante vragen. Dus iedereen start met veel hoesting en is ervan overtuigd dat hij of zij zal slagen. Maar als je kijkt naar de rendementen, dan is dat helaas niet zo. Bijvoorbeeld, zijn opleiding, ja, als je 20% minstens behaald hebt, of het stopt sowieso los van je leerkracht. Wat komt daar dus bij, sinds nu september geweest, dat is een harde knip? Dat is eigenlijk al de oude term, want men vond die letterlijk te hard en men heeft hem verzacht naar het drempeldecreet. Zo'n klein drempeltje dat je ook hebt. Dus dat is ook weer helder over Hans Vlaanderen. En dat betekent 100% studierendement na 2 jaar. Waarbij dat je weet dat je verplicht moet inschrijven voor de volle 60 studiepunten. Dus met andere woorden, je hebt 2 jaar de tijd om die volledig om te zetten. Dus je kan wel wissen, maar 1 vakje kan je niet doen. Terwijl dat je alle 3 keer studeert, klopt het. Wat is er extra ook zwaar nu dat erbij komt? Dat is dat die info gedeeld wordt over Vlaanderen. Dus vroeger was het soms dat men, zeg maar iets, aan een Gohent begon met een opleiding. Het ging moeilijk in het eerste jaar, dus men wist bepaalde credits zijn en niet alles. En dan zijn de ouders na 2 jaar op kot komen weer terug naar West-Vlaanderen. En als die opleiding dan bijvoorbeeld bij ons doorgaat, dan kwam men bij ons met dezelfde opleiding en gaan kijken. En eigenlijk hielden wij geen rekening met hoeveel keer heb je dat vak al gedaan. Wij keken puur van, je hebt je creditbewijs, dus dat zijn vrijstellingen. Hoe ziet je programma er nog? Nu met het nieuwe decreet is dat niet meer. Als men bijvoorbeeld typisch scheikunde of dus chemie niet geslaagd was in Gohent, en had het al 2 keer gedaan, en kwam bij ons, kon men vroeger in starten tot niet, want het was bij ons dat je 2 kansen kreeg. Eigenlijk had je dan al 4. Het is echt wel strenger. Met volwassen onderwijs bedoel je graduaat? Of CVO? U kunt als volwassen ook iets zijn. Ja, dan blijft dat tellen. Iedereen is volwassen in het hoger onderwijs, dus mijn kind niet naar 40 jaar of 18 jaar. Ik moet naar de 6 jaar. Maar dan begint het drempeldecreet opnieuw. Ja, ja. Dus een drempeldecreet is voor elke eerste inschrijving in een opleiding van het hoger. Dus neem nu dat je
wat heb ik in sport en bewegen? Dus het eerste zesde studiepunt is het drempeldecreet van toepassing. Voordat je in het tweede jaar beland bent, niet meer. Zou je in principe, ja, er zijn dan helemaal andere regels. Zeg je dan na afstuderen, oh, ik wil vroeger naar secundair onderwijs, want ik zou in sportweerkracht worden. Zelfs al ben je dan 3 jaar ouder, het begint opnieuw. Het is de eerste inschrijving voor bachelor secundair onderwijs opnieuw. De cursus in de BDAB aan wie ja, als dat is via de VTAB, dan is dat eigenlijk enkel voor knapengroepen. Vanaf dat het een bacheloropleiding is, is gewoon VTAB die betaalt voor kinderopvang bijvoorbeeld. En ik kreeg wat betaald voor naar de lessen te gaan. Maar je zit in het systeem van het systeem. Dat staat er los van. Goed, vragen? Ja, dus ja, een goede keuze is belangrijk. Dus als jullie willen weten van hoe zijn die studierendementen, onderwijskiezer had mevrouw vandaag uitgelegd aan een aantal van jullie. Ja, dit is dus van de Vlaamse overheid, dat is los van een bepaalde instelling. Dus ga gerust dan daar op zoek, onderwijskiezer.be is het. Je gaat naar hoger onderwijs en dan zie je daar studierendement. En ik heb hier een voorbeeldje voor sport en beweging. Dan zie je daar bijvoorbeeld wat dat grootste aantal studenten, het welke middelbare opleiding dat is. Dat is in dit geval qua aantal. TSO lichamelijke opvoeding en sport, op TSO sociaal technische wetenschappen en op de derde plaats ASO sportwetenschappen. Maar als we dan kijken naar het studierendement, wel dan is ons studierendement 81,9 bij ASO. Ook ASO economie moderne talen scoort gewoon, dus daar kan je dit hier op die manier gaan. Dus wat het gemiddelde studierendement is over de maanden. Dus dat was een beetje de structuur. Ik weet niet of ik daar nog vragen over zijn. Een aantal zaken hier natuurlijk terug. Het studiekeuzeproces waar we in staan. Ja, nog een tiental minuutjes. Ja. Goed. Wel, hier is het vooral kort overlopen de stappen die jullie zelf aan de praktijk gaan ondervinden. Is minder theoretisch, dus een bewuste studiekeuze. Ik denk dat dat uit het voorgaande duidelijk is dat je 1 keer mag missen, maar geen 2 keer meer. Indien dat je nu twijfelt dat dat normaal is, 2 of 3, twijfelt heel lang tussen 2 à 3 opleidingen, maar ze hebben al een selectie gemaakt. 2 van die twijfelaars hebben dan uiteindelijk wel genoeg aan de informatie die ze verzameld hebben. Dat betekent 1/3 hebben daar niet genoeg mee. En ja, indien wij het echt heel moeilijk vinden om te kiezen, is het normaal 4/5. Is dat dan troost? Uiteindelijk komt erop neer de intrinsieke motivatie. Dat je iets moet doen wat jij wil. Er zullen heel toffe momenten zijn in het studentenleven, maar het gaat ook een lastige periode zijn als je moet blokken, examens maken en dan sta je er alleen voor en moet je weten waarom dat je dat wil doen. Dus die bewustwording, jezelf kennen, het aanbod kennen, heel van het algemeen, dat is ook de stipendiërs bijvoorbeeld, dan heb je er een aantal keuze maken en een keuze binnen. Dus overzicht van alle opleidingen is opnieuw bij onderwijskiezer, maar mevrouw helpt jullie daar ook door, waarbij dat je alles kunt zien. Dan heb je ook alle mogelijke websites, zodat van vandaag allerlei folders liggen hier ook in, dat jullie interesse hebben. Dus jullie krijgen ook nog een infosessie. Probeer gewoon te weten
welke soorten opleidingen zijn. Want er zijn heel veel exotische namen ook bij opleidingen in het hoger onderwijs. Zeg bijvoorbeeld design. Ja, als je niet verder hebt geweten, dan heb je eigenlijk geen idee. Het tweede is, er bestaan heel wat testen om daarin te helpen gericht op het hoger onderwijs. De professionele bachelor, academische bachelor. Welk type persoon ben je? Wat zijn je talenten? Wat ben je goed in? Die gaan we ook gaan helpen. Allerlei vragen lezen. Dus ik had ook begrepen dat dat bij jullie platform aanwezig was, Simon Test. Dat is ook de Columbus Test die jullie kregen daar informatie over. En dan, ja, een belangrijk moment is er in de citizen. Dat is echt, ja, ook naar ouders toe, proberen op zaterdag te gaan. Dat is wel één bus waar je alle mogelijke hoger onderwijsinstellingen, maar ook de politie hebt enzovoort. En probeer daar veel boekjes te verzamelen. Gewoon alle brochures, veel uitleg kan je daar toch moeilijk krijgen. Maar dan kan eigenlijk echt de eerste zoektocht beginnen. Probeer te schrappen, probeer letterlijk boxjes en die prullenmand te gooien en andere nog een waaier bij je te houden. Van kijk, dat is zo mijn eerste shortlist. Want dan starten natuurlijk allerlei momenten op die scholen zelf. En dan, ja, moet je proberen te weten, papier is gewillig, een website is ook heel gewillig en is meestal PR en reclame. Maar ja, wat is nu in de opleiding zelf? Dus in de krokusvakantie, goed studeren, al of niet online lessen, maar dat is nu van de Universiteit Gent. Chatsessies, infosessies met studenten die wel zijn, maak daar gebruik van. Of hier, dat is nu ons voorbeeld, maar je kan dat overal gaan opzoeken, waar zijn er open lesdagen? Dat noemt soms anders, maar meestal in de krokusvakantie. Wanneer zijn er de infodagen? Ga daar naartoe. Spreek met studenten, kijk naar cursussen. En doe dat van de heer op de shortlist. Je kan toch niet naar alle opleidingen gaan. En dan, je hebt daar nog een half jaar de tijd om te beslissen. Neem die vrije val en bemin dan uiteindelijk jouw keuze. Dat is het. Hier zie je een overzichtje van wie zal er eigenlijk jouw keuze mee helpen maken. Wie heeft er uiteindelijk jouw keuze beïnvloed? Tegenstaande dat de keuze echt uit jezelf moet komen, ja, dan denk ik dat er een gigantisch overwicht is bij de keuze die toch wel de keuze beïnvloedt. Dat is 77%. Dus echt veel. Leerkrachten in school. Het gaat hier niet over het informeren, het gaat uiteindelijk de perceptie van de eerstejaarsstudent van wie heeft er eigenlijk mee geholpen, kan ook zijn interview dat men het interpreteert van ik werd beïnvloed door. En dan zie je hier dus de presentatie, kunnen we weer laten komen. Je kan dan ook nog zelfs verder gaan, maar dan heb je al gekozen voor een school. Ik heb het hier zelfs nog daar niet veel over. Ik heb het puur over de keuze van een opleiding. Maar eenmaal dat je een opleiding kent, heb je die soms in 5-6 scholen. Dan moet je daar ook nog eens in maken. Dat is helemaal niet de bedoeling. Maar weet eenmaal dat je dat gedaan hebt, dat je op een school veel verder kan gaan helpen bij je studie. Hebben jullie daar vragen? Want allee, dat zijn nu echt de concrete stappen die jullie de komende weken en maanden gaan. Hier had ik nog kort iets over studentenbegeleiding. Maar ik had al op voorhand afgesproken dat ik daar niet lang bleef bij stilstaan. Ik wil het meer als info meegeven. Denk nu niet omdat je in het hoger onderwijs toekomt dat je er alleen voor staat. Totaal niet. Wat is het grote verschil? Dat is, een beetje zoals ik net ook al aangehaald, het duurt best wel lang vooraleer dat men soms weet, en zeker aan de universiteit, als er geen praktijkoefeningen aanwezig zijn, en je zit daar in een aula soms met 500 studenten, men kent je al niet.
Dus men kan jou ook niet helpen. Men weet niet dat je niet bent. Dus er is heel veel begeleiding, maar het moet van jou komen. Dus het is niet zoals hier wellicht, van ja, je voorbereiding was niet in orde, of je bent niet mee van even jouw agenda, niet dat men nog maar werkt niet dat eigenlijk. En je mag nog eens terugkeren, maar nog een keer een extra uur kunnen geven, of je mag nablijven. Dat bestaat niet in het hoger onderwijs. Dat is die vrijheid. Zit je in de les? Oké. Zit je er niet? Oké. Ze gaan het gezien hebben. Ze kennen het niet. En dan overdreven. Als het een praktijkgerichte opleiding is met practica, zijn er wel verplicht aanwezig. Maar doorgaans zijn er grote aura's vinden het niet. Dus als je niet mee bent met de leerstof, ja, ga jij moeten hulp vragen. En dan heb ik niet alleen nog over de leerstof, maar ook de psychosociale hulp. De eenzaamheid van op een kop te gaan. Het niet weten hoe dat je soms met een vervelende kotbaas moet omgaan. Dus er komt best wel veel op jou af. En elke opleiding zal, elke instituut zal helpen. Peer support is sowieso belangrijk, maar dan heb je echt op elk niveau. Een oorlog is opleidingsonderdeel. Je kan bijkomende uitleg vragen. Maar durf je het? Durf je de stap te zetten om die uitleg te vragen? Dat is één vraag. Opleidingsniveau, mentoraat, trainingsniveau. Maar eenmaal dat je daar dan in de opleiding zit, dan zal men jou zeker wel helpen. Ik zie bijvoorbeeld mobiliteit staan, maar ook huisvesting op kot. Ja. Geen mogelijkheden om jullie daar uiteraard mee te helpen. Dat wil ik ook wel nog eens want dat kost nog voor, kijk naar de ouders, maar in principe ja, zijn jullie volwassen. En is het niet per definitie dat de ouders dat zullen moeten betalen. Meer en meer studenten gaan ook effectief gaan werken, zelfs hun studies. Dit is het inschrijvingsgeld dit jaar, het studiegeld. Dit is een niet-beursstudent, is dus 1100 euro en dit is een beursstudent. Er is nog altijd een heel groot verschil. Dat is dus voor één academiejaar. Dus per jaar is dat opnieuw te betalen. Natuurlijk, als je bijvoorbeeld je eerste jaar over 2 jaren wat verdeeld hebt, omdat je niet voor alles geslaagd was, dan is er daar een vast bedrag en dan is er ook wel een flexibel deel voor effectief industrieus. Voor rekening met studiekosten die daar bovenop komen, typische laptop. Eigenlijk is het ook wel eens een wit laptop. Handboeken, maar dat is heel moeilijk om dan een lichtprijs, bijvoorbeeld ja, bepaalde opleidingen zijn die eenmaal duurder dan andere. En natuurlijk, een van de grootste kosten voor ja, als je student bent, is of je op een kot zit of niet. En dat gaat uiteindelijk nog veel meer gaan doorwegen dan het initiële inschrijvingsgeld. Maar het hoort erbij natuurlijk. Kleine abonnementen zijn niet goed. Goed, dus dit was het leukje dan dat ik dat jullie dan kunnen bekijken. Om onbewust beter te leren kennen, omdat jullie, ja, jullie kennen het wellicht wel van de regelgeving. Komt genoeg in het nieuws. Hier heb ik eens gekeken van jullie voorgangers, hoeveel dat er de weg naar de West gevonden hebben en in welke opleiding. Dus hier zie je verticaal, dus Spur Academia. Ik had de 29, 27, 23 die van hier komen en dan wat zijn de top. Opleidingen, dat is ja, misschien niet verbazend, 87 over die 10 jaar heen. Dan op een tweede plaats ergotherapie en op een derde plaats secundaire. Dus voor wie niet online meevolgt, dus van die 3 opleidingen heb ik een volgertje. We zijn begonnen met Bologna. Weet. Om even welke opleiding dat je gaat kiezen, dat er ook wel heel wat internationale mogelijkheden zijn. Dus dit is zeker. Ja, de sky is the limit, maar dat zal men straks ook zien.
aantonen. UGent zit dus ook in West-Vlaanderen, heel nieuw, nog met 3 opleidingen, namelijk deze. De CC van de campus Kortrijk, de circulaire bioprocestechnologie, machine- en productieautomatisering en industrieel. Hier in de presentatie, als je het wil makkelijk terugvinden, heb je de info daar. Hier zijn ze, ik denk dan weer COVID-2 hebben, ja. Informeer je goed als je naar de universiteit gaat en je hebt al een idee van opleiding. Soms is er maar 1 infomoment aan de universiteit voor bijvoorbeeld bio-engineer. Dus dat kan een beetje verkeerd beeld geven, omdat hogescholen heel frequent de deuren openen. En van de universiteit is dat ook georganiseerd per opleiding en niet per campus. Dus je kunt niet zeggen, altijd vandaag op de deur dat in Gent of KLM. Dus moet je kijken op de website. Goed, hebben jullie nog vragen? Er waren veel vragen in het begin. Ja. Wat de verschil is in de school? Wel, het niveau is eigenlijk hetzelfde. Het is niveau 6. Als we het hebben over bachelor. De praktijk als student zal wel anders zijn. Dus omdat een bacheloropleiding meer praktijkgericht is, ga je dus, neem nu 50% theorieën en 50% praktische handelingen. Aan de universiteit zal dat eerder al 90% theorie zijn, 10% praktijk. Dus dat maakt het wel anders als. Als je iemand bent die heel goed abstract kan denken, dan ga je wellicht heel veel problemen hebben in de professionele bacheloropleiding. Als je letterlijk 2 linkerhanden hebt, ga je bepaalde zaken moeilijk kunnen doen. Omgekeerd, een student die niet zo wiskundig aangelegd is of die moeite heeft met studeren, zou het gemakkelijker zijn in die bacheloropleiding, omdat er daar minder is, maar aandeel minder theorie is in vergelijking met de universiteit. Maar ook binnen de universiteit heb je grote verschillen. Als je bijvoorbeeld Burbank ingenieurstudies doet, dan moet je echt wel goed zijn in wiskunde, terwijl voor geneeskunde, je hebt heel veel anatomie, fysiologie, moet je vooral heel goed kunnen memoriseren. Dus je kan dat niet zomaar. Op wat niveau is het in principe hetzelfde, niveau 6. Terwijl dat dan wel de bedoeling is om aan de universiteit niveau 7 te doen. Nog vragen? Ik weet niet of er vragen in de chat waren. Ik heb hier vooral de proficiat, de dame doet het prima. Wat zegt u? Ik heb hier vooral proficiat, de dame doet het prima. Ah. Dat gaat dan over u. Speciaal wordt het om als ouders en als school de leerlingen te leren omgaan met de vrijheid, de kansen, maar ook met de risico's van hun keur. Ik denk dat dat een hele mooie samenvatting is. Wat u zegt. Ik denk inderdaad, het was al langer het geval met dat rustzakje. En het voorbeeld 1, hier mag je missen. Maar doordat men nu alle info gaat gaan verdelen over de hogescholen heen en over de universiteiten heen, maak de goede keuze. En informeer je goed. En daarvoor is het vanavond de theorie bezig. Daarvoor. Dank je ook. Dank je wel aan de leerlingen die hier zijn. Want er zijn nog veel. Betekent ook betrokkenheid. Ook wel voor de ouders hier. Maar ook zeker thuis. Als ze mij horen van hieruit. Om mee te volgen. Dus de herinnering. We halen wat brochures opzij voor de mensen die thuis zitten. En we zullen de PowerPoint ook op Smart School zetten, dat jullie nog eens even kunnen.